varianten. Iets van 5 of 6 smaken, dacht ik. Welkom bij een nieuwe video van Moose Park World, hier vanuit de Efteling. En we zijn hier net bij Kaspa beland. We hebben hier net een lekkere burger gehaald. Ja, meerdere burgers. Eentje die ik heb genomen is met bacon cheese. En jij hebt er eentje genomen met, hoe heet het ding, mango habanero? Habanero, ja. Habanero. Nou, die hebben we nu even... Hier lekker gaan we dat zo even proeven. Nou, daar mag gelijk in duiken, of niet? Mm-hmm. Grote hap. Ja, ik kan niet zoveel zeggen als ik aan het eten ben. Jij wel. Dat klopt. Oh ja, ik kan wel praten natuurlijk. Ja, ik denk ik blijf heel stil, maar volgens mij smaakt hij wel, zo te zien. Focussen. Focus, you must. Ja, hij heeft hem gefocust. Ja? Ja. Oh. Lekkere dikke burger. Vers gemaakt van de grill. En je had zonder tomaat en augurk gevraagd. Nou, maar dat zijn de vetjes als je nodig hebt. Ja, die hebben we niet gepakt. Ja. Lekker vers. Ja, wat moet je erover zeggen? Gewoon bacon, goed. Hamburger, goed. Kaas, goed. Kaas, goed. En de frietjes? Die zijn ook altijd goed. Ze zijn zonder zout. Dus je kan zelf nog kijken of je er zout bij wil doen. Ik zeg, beter dan al dat hele zoute friet. Nou, zeg zonder zout. Ja. 3 uit de 5 Movie World snacks. Nou, dan mag ik proeven. Ik had mango habanero burger genomen. Maar dat had Rick al verteld. Zullen we maar gelijk erin duiken. Duik erin. Je zit lekker vol. Ik heb wel alle toeberen genomen. Nou, daar gaat hij hoor. Alles eruit. Nou, de dikke kant ja. Het schuift altijd zo lekker. Hoe ziet het eruit als je er een hap van genomen hebt? Ja, ziet er goed uit. Er zit van alles op, hè? Zeker, het is weer licht pittig. Ja, maar habanero is natuurlijk ook wel iets pittig, hè? Klopt, maar het is niet te pittig. Het is wel lekker. Nou, is goed. Neem nog een hap.
Volgens mij bevalt hij wel. Ik zie nog geen gekke blikken. Jij mist ook de servetjes. Gaan we niet gepakt. Die gaan we zo even pakken. Ja. Ja? Ja. Die wat... waren niet gezout. Nee, dat hadden we net al besloten. Ik heb ook gewoon 3 uit de 5. Hoe Free World Snacks. Wat doe jij? Ketelkoek gehad? Nee, dat ga ik nog wel proberen. Ah, die heeft Virginie niet gebakken vanmorgen. Ja. Ketelkoeken en abdijbrood aan te bevelen. En bloedsap. Kijk, deze jonge dame weet wat lekker is. Nee, altijd. Zo, we hebben weer een nieuwe snack gekocht. Bij In den Zwarte Kat. Die van Taverne In den Zwarte Kat, is het daar? In den Taverne, ja, inderdaad. In de Taverne, zag ik het goed? In ja. De Taverne, de Zwarte Kat. Klopt. De ketelkoek. Ja, het is eigenlijk een... Een gestoomde cake, tulbandcake. Ja, gestoomde tulbandcake. Het is, het ruikt al best wel apart eigenlijk, ja, hè? Kruidig. Nou ja. Heel kruidig. Zal ik wel het helpen doen? Ja, eerlijk verdelen. Eerlijk zullen we anders delen. Hij is 3 euro. Er zit ook in het rozijntje. Ziet er goed gevuld uit in ieder geval. Eerste hap. Gelijk een hele grote eerste hap. Volgens mij smaakt hij op zich wel... goed, maar het is denk ik even wennen, of niet? Het is inderdaad even wennen. Het is niet zoals een normaal cake, hè? Nee. Omdat hij gestoomd is, is het natuurlijk anders, hè? Ja, ik moet nog even een hapje proeven, hoor. Ja, ja, ja. Soms moet je de tweede hap pas eigenlijk een keuze maken met hoeveel... Movie World snacks we hem geven. Maar denk je, ik zie niet echt dat je hem, of hij is zo apart dat je hem vaker moet hebben. Ik vind hem wel heel lekker. Je moet hem wel vaker hebben. Maar ik heb het idee dat hij niet heel hoog gaat uitvallen, denk ik. Oh, misschien wel. Oh, dan zit ik helemaal verkeerd. Ja, bij jou weet je dit nooit. Tussen de 3 en de 4. Zo, zat je toch nog zo hoog? Toch... Ik dacht dat je naar een 2 zou gaan, dat je denkt van nou, die hoef ik niet meer. Ja, jawel, juist wel. Maar juist voor meer proeven. Ik denk 3. Harder, ja, 3 denk ik. Sorry, ik moest even harder praten. 3 wat? 3 Movie World snacks. Ah, kijk, helemaal goed. Ja, dat doen we net alsof die nog niet is aangebroken. Dat kun je mooi zo zien. Maar jij hebt het nu al op, hè? Mm-hmm. Ik zit nog te smikkelen daar. Mm-hmm. Ja, maar wat had je nou gegeven? 3? Ik ben het alweer kwijt, joh. 3. Ja, nou, ik ben benieuwd. 3. Naar jouw gezicht dacht ik echt dat wordt echt minder, maar... Nou, apart. Heel bijzonder, hè? Het is bijzonder, hè? Ja. Maar hij is niet droog. Nee. Ik denk dat het misschien ook lekker is als je van koffie of thee houdt, dat het lekker bij een bakje koffie of thee smaakt. Ja, of bij de bloedsap die ze ook verkopen. Bloedsap, ja. De bloedsap, ja. Ja, door jij cake dacht ik echt van dit is niet lekker. Nee, maar? Dat valt me helemaal niet tegen. Maar ik denk dat
wat jij zegt. Inderdaad iets met thee of koffie erbij. Dan is die lekkerder. Dan zou het misschien lekkerder kunnen zijn. Dat hebben we niet, dus kunnen we niet testen. Maar ik denk dat ik wel meega. Ik dacht eerst van, nou zou ik toch lager gaan, maar ik ga voor de 3. 3 Movie World Snacks. Ja, dus dan... ja, ik zou zeggen, ga je gewoon even een keer kijken en kijken of je dit ook lekker vindt. Want Otto Charlatan had het ons aanbevolen, hè? Ja, maar dat is echt al, hè? Een charlatan, dat ja, is het. Ja, oplichten. Oplichten, leugenaar, ja, oplichten. Ja, dus, en het was vanochtend vers gebakken, maar dat moet je maar niet op zijn woord geloven, denk ik. Nee, maar als het vanochtend vers gebakken is, nou smiddags, nou, dan zou die toch een stuk droger zijn. Ja, precies. Aardbeien, watermeloen. Zo, ik denk altijd aardbei, kerst, want het is aardbei, watermeloen. Ja, of watermeloen, aardbei, dat mag ook. Aardbei, maakt niet uit. Voor €5,95. Het is een mocktail, dus geen cocktail. Hij is ook verkrijgbaar als cocktail. Maar dan was die... €4 duurder. Dus ja, was het, ja, zoiets, ja, hè? Ja, ik dacht €4. Ruim €4 duurder. Ja. Dus dan... Dan kom je echt al op een tientje uit. Ja. Op zich ziet het er mooi uit. Ja, het is mooi silo. Er zit geen prik in, ook wel belangrijk om te weten. Hoe weet je dat nou? Omdat ik net al zag dat zij zo'n sluspuppy deed. Oh, maar je hebt nog helemaal niet geproefd, dus dat kun je nog helemaal niet weten. Nou, zullen we eens kijken hoe die smaakt? Ja. Zullen we eens kijken hoe die smaakt? Zullen we eens proeven hoe die smaakt? Het is echt lekker. Even roeren, roeren, roeren. Alles hierop zit er onderin. Er zijn aardbei, munt en watermeloen bij. Daarom is het over watermeloen en aardbei. Ja, precies. Even goed mixen. In de remix. Zeker. Het is wel lekker voor een heerlijke warme dag. Mijn aardbei is verdwenen. Ja, die zit lekker onderin nu. Oh ja, oh ja. Ik zie hem. Ja. Ja, ik vind hem echt lekker. Ja. Ja, je vindt hem echt lekker? Ja, lekker. Ja, dat mag ook. Ho, 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 ho. Wat zeg jij nou? Vier? Vier? Nou, dat is best wel een grote score. Dus jij zou deze nog wel sowieso een keer gaan halen. Zeker. Net als de ketelkoek zou ik ook nog een keer willen proeven. Ja, nog één heerlijke, lekkere laatste snack voor vandaag. Nou, ik ben echt serieus de naam alweer kwijt. De kurken trekken aardbeien dit te dieven. Ja. Zo, nou dat komt even met suikerspin. Ja, nou, hij ziet er echt heel lekker uit. Hij was met slagroom was die 30 cent zeg maar duurder, dus voor €5,60 heb je een heerlijke kurkentrekker. Ja, ik weet niet hoe we dit gaan eten, want hij is wel heel goed gevuld, maar hij zit onder de slagroom. Ik ga maar gewoon een hap nemen, denk ik. Ja. Van de kurkentrekker. Zo, dus volgens mij, hij is toch heel goed gevuld als we zo zagen. Nou. Nou. En wat is er van de suikerspin? Ja, suikerspin. Ja? Lekker zoet. Ja, altijd. Beetje lastig eten denk ik, ja, hè? Ja, dat is heel lastig eten. Je knoeide. Nu kom je een beetje bij de vulling. De witte chocolade schaafsel. Ja. Zo, ik kom er echt niet meer uit. En de aardbeien. Ja. En de kleine stukjes meringue. Ja. Ik dacht toen ze het schepte, dacht ik eerst dat het spekjes waren. Een slag om de neus. Je hebt ook een slag om snor. Ja. Lekker, hè? Heerlijk. Ja, daar gaat hij komen, mensen. Nou. 5 uit de 5 Movie Zo. World Snacks. Dat is voor het eerst. Ja, voor het eerst. Ja, super lekker. Ik zeg, gaat hij halen bij Nest. Daar is hij te koop. Ja,
Ja, heerlijk. Ik. En ze hebben meerdere varianten. Iets van 5 of 6 smaken, dacht ik. Oh. Kijken of het zonder knoeien kan. Ik heb nu het grootste er wel uitgegeten. Dus de slag om op je neus zal wel niet meer gebeuren. Kijk, jij komt nu bij de aardbeien. Die heb ik nog niet eens echt gehad, maar toch is het al 5. Want die kurkentrekker is gewoon heel lekker. Het is helemaal niet... Te ver gepakken of iets. Ja, ja. Het heeft echt een hele goede smaak. Waarom? Hij is lekker, hè? Ja. Hey! Nou, het is wel echt lekker. Maar op het 5. Ik weet niet of het de smaakcombinatie helemaal. Ja, maar ik heb natuurlijk ook wel wat meer gehad, hè? Klopt, ja. Wat ik nu van proef zou ik het een 4 geven. 4 movie world snacks. 4? Ja. Nou, dat is nog steeds heel hoog. Zeker. Maar iedereen heeft zijn eigen mening. Klopt. Dus dat is hartstikke goed. Ja, zeker. Mochten jullie dit nou een hele leuke video hebben gevonden en willen jullie nog meer zien, dan zeggen we hierbij ook... Like. Subscribe. En druk op het belletje. Om geen video meer te missen van ons. En we hebben ook een andere video online gezet die we hier onderaan even linken. Over wat we allemaal gedaan hebben in de Efteling. Naast alleen het eten en reviewen. We hebben natuurlijk veel meer gedaan dan alleen maar snacken. Hè? Ja, dat is wel het idee geweest van deze hele dag. Dus nou, wij bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Hele fijne dag.